17:45 in het Oscar van Kesbeek Stadion, de thuishaven van derde klasser Racing Mechelen. Waar een wil is, zijn wij weg. De supporters aan Café Stadion groeten de helden die straks Lierse in de pan zullen hakken. 17:45 in Capelle op den Bosch. Café de Rembrandt ademt groen en wit. Buiten staan drie bussen klaar voor een memorabele tocht. En dan gaan we naar het stadion. Intussen op de spelersbus rustig en geconcentreerd blijven en nog wat technische trucken instuderen. Het feest op de supportersbus, mamma mia, je zult maar chauffeur zijn van die bende. Rijdt u vaak met de bus voor Racing Mechelen? Ja, dikwijls, ja. Ook voor KV Mechelen? Daar heb ik slechte ervaringen mee. Daar heb ik zeer slechte ervaringen mee, ja. U bekijkt het leven door een roze bril? Groene, witte bril. Ik ga het nog eens opnieuw doen, hè. Ja, maar ja. Hey, ben ik natuurlijk eens wel hè. Trainer Regie van Akker op de spelersbus, rustig, maar wel degelijk geconcentreerd. Ik heb hem ook gezegd vandaag dat wij als groep, technische staf, medische staf, spelersgroep, geschiedenis kunnen schrijven voor de club. Hè. Dat is onwaarschijnlijk, eigenlijk halve finale kunnen halen in de beker van België. Dat wil zeggen bij de vier beste bekerploegen in België. Weet je hoe lang het geleden is dat een derde klasser de halve finale haalde? Maar ik heb er juist in de krant, ik lees hier al in de 20 jaar of zoiets. Van 86 geleden. Nou, dat begint, hè. De spelersbus is bijna in Lier. Ook een oud strijder heeft nu stress. Ik zit van mijn 3 jaar op Racing Mechelen. We zijn op Racing Mechelen geboren. Geboren en getogen in ons familie. Weet je hoe lang is het geleden dat Racing Mechelen de halve finale van de beker speelde? 72. En we hebben de finale gespeeld in 54. Maar daar was je toch nog niet bij? 19 jaar. Ik ben een oude zak van 73. Met 1800 zijn ze groen-witten uit Mechelen. Het bezoekersvak in Lier zit helemaal vol. Allemaal achter de racing, hun racing. Het is 8:30, het begin van een groot avontuur. Klaasens, geen buitenspel. En dan misschien zelfs een schietkans, ja, wel degelijk. Tim Verstraeten. En zo is Racing aan de overkant geraakt en heeft het een doelpoging ondernomen. Tot nog toe, we spelen 12-13 minuten, is Liers voortdurend op de helft van Racing Mechelen dat het spel ondergaat. Zoveelste vrije trap van Liers krijgen we. Abdel Wahed rechtdoor en binnen. Ja, Klepke stond op het verkeerde been en dan heeft Lierse na 26 minuten wedstrijd een voorsprong te pakken die het verdient. Marcos, dribbelaar, maar het is er vandaag nog niet uitgekomen. Nu passeert hij toch een mannetje en dan wil hij meteen meer en dat is niet goed. Radzinski. Tussendoor, dit is wel een goede game buitenspel. Kavens, nu moet hij het afmaken en dan wordt het een strafschop, ja. Hij had dit eigenlijk moeten afmaken, Kavens. Ze wachten op de fout van Klepkes en die kwam dan ook. Klepkes krijgt nog even de reglementen uitgelegd. Op zijn doellijn moet hij blijven. Zit hij weer een stap naar het heldendom, Klepkes, of scoort Kavens gewoon van op de stip? Ja, keurig, rustig. In het hoekje, 2-0 Lierse. We gaan rusten bij een zeer terechte 2-0 voorsprong voor Lierse. Niet meer dan 10 minuten heeft Racing Mechelen nog voor 1 goal. En daar was hij. De centrale verdediger Christopher Stappen. Die zich daarachterin niet meer kan rustig houden. En regelmatig in deze tweede helft mee naar voren stormt. Hier kan hij koppen zonder Kujovic echt in verlegenheid te brengen. Iets meer dan 10 minuten nog. De spanning blijft, want
één doelpunt van Racing Mechelen. En de rollen zijn weer omgekeerd. Da Silva. Kujovic, ja, moet die bal van onder zijn lat duwen. Hoekschop Racing Mechelen. Het is hier nog niet afgelopen. Calicio niet, Dreze is hem voor. Nicomana, die voet was hoog, maar niet gevaarlijk, besluit Verbist. En dus mag er voortgespeeld worden. Nu ligt de weg open voor Lierse Cavens. Ja, Scheers kon weinig doen. En dan moet Samir het afwerken. Samir blijft hangen. En dan is het Radzinski. Die scoort 3-0 voor Lierse. Ciala met de fel opzittende Engelen, die ook nog die bal verovert. Engelen heeft drie longen naar verluid. Maar het heeft niet mogen baten. Racing Mechelen ligt eruit. Lierse gaat naar de halve finales van de beker. Een terechte zegen, een terechte resultaat ook van deze twee duels. Tussen de nummer 4 uit de derde klasse en de co-leider van de tweede klasse. Het sprookje van Racing Mechelen eindigt in de kwartfinales op het Lisp hier in Lier.